Ik vind het prima, zelfs heel goed, om te discussiëren over hoe moet een CO2-belasting eruit zien. Wij hebben hem nu weggelegd met tarieven erin, waarvan wij denken, dit is hoe het werkt. Ik ga dolgraag het gesprek aan hoe hoog die tarieven moeten zijn. Ik ga dolgraag het gesprek aan over hoe je de terugsluis regelt naar burgers en naar bedrijven. Maar waarom is dit middel nu wel zo belangrijk? De afgelopen jaren hebben we met het bedrijfsleven voortdurend afspraken gemaakt, vrijblijvende afspraken. En de naleving van die afspraken zijn altijd een probleem gebleken. Waarom ben ik zo kritisch op dit malensysteem? Omdat straks de RVO dit moet gaan uitvoeren. Daar zijn ontzettend veel inspecteurs voor nodig. Dit wordt een juridisch getouwtrek om erachter te komen of bedrijven zich ergens wel of niet aanhouden. Ik ben, sinds wij die CO2-belasting hebben geïntroduceerd, zijn we bestookt door het hele bedrijfsleven. Omdat ze als de dood zijn dat deze maatregel er komt. Ik ben het gesprek aangegaan. En wat is uiteindelijk de crux? We willen niet dat de politiek straks een knop in handen heeft om aan te draaien. We hebben liever dat wij de regie behouden. Dat is exact wat ik niet wil. En daarom wil ik een CO2-belasting. En dat kan zijn dat het plan van collega Asscher beter is. Het kan zijn dat het plan van collega Marijnissen beter is. Als u met een plan voor een CO2-belasting komt, ik luister er graag naar. Daar valt over te praten. Maar het feit dat er een belasting moet zijn waar de overheid invloed op heeft, dat staat voor mij als een paal boven water. Dat gaat over veel meer dan een middel. Dat gaat over het halen van die doelstellingen. De vrijblijvendheid moet er voorbij zijn. En als we tegen die bedrijven zeggen dat we met een boetesysteem gaan werken, we weten uit het verleden dat het niet werkt. Dus in dit geval zou ik willen zeggen, het middel van een CO2-belasting is wel degelijk heilig. De heer Boerdijk. Ja, ik hoorde net de heer Klaver iets zeggen wat volgens mij zijn kinderlijke visie op de economie heel goed blootlegt. Hij zei, we gaan gewoon even 100 miljard, een miljard ophalen het eerste jaar, dat wordt meer. En dat gaan we gewoon teruggeven aan de burgers. Denkt hij dan niet dat bedrijven die miljard die hij van ze vandaan wil halen, zullen doorberekenen in verhoging van de prijs? Denkt hij dan niet dat bedrijven die dat niet kunnen betalen failliet zullen gaan? Dat mensen dan geen baan meer hebben, zoals Tata Steel, groot stuk vandaag ook in de krant. 30.000 mensen zijn daar voor hun baan van afhankelijk. Die kunnen dat niet betalen of die gaan dat doorrekenen aan de consument, waardoor de burger het in zijn portemonnee voelt. Waar denkt de heer Klaver zomaar al die miljarden van te kunnen opvegen? Ja, voorzitter, allereerst, bedrijven gaan niet al die zaken doorrekenen, een deel wel, maar die gaan niet alle bedragen doorrekenen aan consumenten. Dat kan niet, daar zit een maximum aan. Bedrijven gaan ook innoveren, daar waardoor ze juist een concurrentievoordeel hebben, dat de prijs uiteindelijk naar beneden gaat. En daarmee halen we dat geld op. Dan bedrijven, ja, de heer Boudet. Deze zin klopt totaal niet. We halen het geld op doordat bedrijven gaan innoveren. Dat is het punt niet. Het ging erover dat er een miljard zou worden opgehaald aan belastingen van bedrijven. En dat geld kunnen we dan teruggeven aan de burger. Maar als het meel duurder wordt, dan verwerkt de bakker dat in de prijs van het brood. Dat geldt voor alle producten. Dat is hoe bedrijven geld verdienen, meneer Klaver. Omwille consumenten die hun spullen kopen. Dus als je die prijzen allemaal opschroeft, dan hebben mensen minder geld om spullen te kopen. Dus of het nou linksom of rechtsom is, de burger gaat betalen. En u houdt de kiezer echt een rat voor ogen. Voorzitter, voor iemand die het zo opneemt tegen de gevestigde orde, zou ik toch hopen dat de heer Baudet in dit geval ook meer aan mijn kant zou staan. Uiteindelijk maken al deze bedrijven waar de heer Baudet het over heeft, hij doet alsof ze nogal zielig zijn. Hè, alsof ze aan de bedelstaf zijn. Dit zijn bedrijven die maken voor miljarden winst. Shell bijvoorbeeld heeft onlangs nog bekendgemaakt hoeveel winst ze hebben gemaakt. Miljarden. Ik vind dat het daarvan ten koste moet gaan. En ik denk ook dat het kan. En bedrijven kunnen niet ongelimiteerd de zaken door blijven berekenen aan de burger. Omdat dat op een gegeven moment niet meer wordt geaccepteerd. Dan ga ik naar de heer Dijkhoff. Ja. Ja, dat kunnen bedrijven niet eindeloos blijven doorrekenen aan de burger. En dan gaan die bedrijven failliet. En dan alle mensen die bij die bedrijven werken hebben hun baan niet meer. Of die verhuizen naar het buitenland. Waar ze niet aan al die idiote klimaathokspokers doen. Dus wat u voorstelt, het klinkt als een soort Robin Hood-achtig iets. We gaan het weghalen bij de bedrijven, gaan we het teruggeven aan de burgers. Het werkt niet, het kan niet. Hou ermee op. Voorzitter, Shell heeft, dus hij zegt bedrijven gaan failliet. Dus we willen een belasting opleggen. En Shell maakt een winst vorig jaar, meen ik, van 23 miljard. En dan zouden ze door die belasting van ons failliet gaan?